is here. Van harte welkom. Bombini, een fantastisch momentum. En dat is de inaugurele vlucht. Non-stop vlucht tussen Curaçao en Paramaribo. Maar dat is wel van belang om het aan te geven. Non-stop. Uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij van Curaçao, Jet Air. Het is voor ons een waar genoegen Jet Air te verwelkomen op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname. Sinds 2020 was het onze grote wens om naar Suriname te vliegen. Daar er in Curaçao een grote diaspora van Surinamers woont, die dolgraag hun familie en vrienden willen komen bezoeken. En ook vice versa natuurlijk. Helaas moesten wij door het al onbekende pandemie meer dan 2 jaren wachten voordat dit de realiteit mocht worden. Maar hoe moeilijk het mocht zijn, Jet Air, abi pacientie. U mag Jet Air vertrouwen dat ze op de datum op uw ticket gaan vliegen en ook op tijd. Jet Air heeft heel bewust gekozen om eerst ons netwerk in het Caribisch gebied vorm te geven en is nu met de uitbreiding naar Zuid-Amerika bezig, waarbij na Medellin, die we in december gestart zijn, nu Suriname aan de beurt is. Dit hebben we heel bewust gedaan. Dit is gedaan om de reizigers vanuit Suriname de mogelijkheid te geven om met Jet Air naast Curaçao ook door te reizen naar onder andere Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek, Haiti, Colombia en Jamaica. Verder is er vanuit Curaçao ook heel veel verbinding richting Europa en zijn we een beetje een hub aan het worden binnen het Caribisch gebied. Wij hopen met deze verbinding een stabiel, veilig en betaalbaar product aan te bieden aan onze Surinaamse reizigers. We zullen deze route starten door te beginnen heel voorzichtig met een wekelijkse verbinding. En indien de vraag naar meerdere vluchten zich voordoet, zullen wij spoedig de tweede wekelijkse vlucht aan ons schema toevoegen. Hiervoor is echt de ruimte. Grantani Alasma Iwangbongneti. Dank u wel. Een zeer gewaardeerde samenwerking die de luchthaven dichter bij haar strategisch doel brengt. Een strategisch doel welke is uitgezet om op duurzame wijze 1 miljoen passagiers te kunnen behalen in 2030. Maar ook om uit te kunnen groeien tot een sterke regionale en internationale passagiers- en cargo-hub. En ik mag verklappen, en dat heeft me natuurlijk heel goed gedaan toen de minister van Transport mij net zei dat we het eerder gaan halen. En dit jaar verwacht de minister samen met ons natuurlijk om zoveel mogelijk business voor Suriname binnen te halen. Minister Albert Iwitana, minister van TCT, die heeft een policy waarbij hij de hele sector, luchtvaartsector, open. En dat is bijzonder, omdat je daardoor een stukje ontsluiting kunt creëren. De regering heeft zeker als beleid dat wij Suriname gaan ontsluiten. Dat we een helder doel voor ogen hebben, dat we Suriname gaan maken tot een hub. Ik denk dat ik ook vandaag zeker een mooie boodschap kan droppen aan naar de totale sector. Dat de regering zich inzet om voor dit jaar zeker een viertal luchtvaartovereenkomsten, minimaal, om Suriname verder te ontsluiten. Om die verbinding te maken met overige landen. En dat ze zeker ook Jet Air hierin een rol in kan gaan spelen. Alle overige luchtvaartmaatschappijen de Suriname aandoen en zullen aandoen. We hebben de basis gelegd voor in Colombia voor 11 luchtvaartovereenkomsten. Maar natuurlijk moeten wij kijken wat wij als land, welke strategische moves we gaan maken. We hebben aangegeven Suriname als hub en Suriname op de wereldkaart zetten.
We hebben bijvoorbeeld de verbinding met Colombia, die we in principe verder, het is al, we zitten in een fase waarbij juristen nu ernaar, onze juristen dat allemaal aan het screenen zijn. We hebben aanvraag gehad vanuit de United Kingdom, de Verenigde Arabische Emiraten, die staat ook te wachten, en Turkije, zoals het nu heet, geen Turkije meer, Turkije, die heeft ook aangegeven luchtvaartovereenkomsten willen tekenen. Verder, binnen Zuid-Amerika is Chili een van de landen die in principe nu ook vraagt om ook een luchtvaartovereenkomst te tekenen. Binnen Afrika hebben Rwanda, Ghana en Kenia. Dus je ziet, wij moeten kijken wat binnen dit jaar haalbaar is en dat we dat allemaal gaan inzetten en kunnen, zodat we het kunnen verwezenlijken. En we zijn ervan overtuigd, we zullen deze minister niet 100%, maar 1000% ondersteunen in zijn streven, uiteraard samen met de regering, om ervoor te zorgen dat wij als luchthaven, als land, werkelijk datgene kunnen bereiken met de luchtvaart. Onder Gods leiding, onder Gods hoede, dat Hij zijn zegen geeft, niet alleen aan de eigenaar, de directeur, aan de gezagvoerders, cabinepersoneel, alle mensen die zullen werken voor Jet Air, willen we God zegen afsmeken. Wanneer er meer business op de airport komt, betekent dat dat zeker ten gunste, ten goede zal komen voor de hele sector, maar ook andere sector daarbuiten. Ik wens Jet Air vele, veilige, maar zeker volle vluchten vanuit Curaçao en Suriname. De Heere zegene en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u allen. Amen. 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 Gefeliciteerd. Amen. Thank you.